Ik denk dat het heel rommelig wordt, maar goed, als de Kamer er anders over denkt, ik wil hier niet de zeurpiet zijn. Maar wat het OMT wel zegt, publiek bij amateurwedstrijden, dat is zowel binnen als buiten. Als ze de kantine ingaan, moeten ze ook het CTB laten zien. En anders zak je echt onder het OMT-advies. Ja, als de meerderheid van de Kamer dat wil, ga ik ook niet moeilijk doen, maar dan maak ik me steeds meer zorgen over volgende week vrijdag. Mevrouw Kuiken. Juist omdat Van Dissel heel nadrukkelijk hierop inging. Juist omdat Bruls zei, nee, we achten dit moeilijk handhaafbaar. 3, vanwege de positie waar je je vrijwilligers extra inbrengt. Het verschil tussen buiten en binnen. En gelet op het feit dat bijna alle Kamerleden dit hebben genoemd. Alles geef ik de minister-president even de ruimte om even te luisteren. En dan geef ik u weer even, als u iets meer tijd nodig heeft. Zoals wij het OMT-advies interpreteren, zou je kunnen zeggen, het kabinet gaat verder dan het OMT-advies door de sporters buiten er ook onder te laten vallen. Dan zou je kunnen zeggen, laten ze sporters buiten weg. Nou is het ingewikkeld alleen voor de handhaving dat als je sporters en publiek gaat scheiden, dat zegt eigenlijk ook Grapperhaus, dat gaat ook niet. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, als de Kamer zegt we willen sport buiten uitsluiten, dan moet je zo het publiek buiten uitsluiten. Wij lazen het OMT-advies zo, dat je dan onder het OMT-advies zakt. Mevrouw Kuiken zat die vergadering voor. Ik heb niet die hele hoorzitting gevolgd. Ik ben natuurlijk altijd permanent volg ik alles wat Van Dissel doet, maar ik heb die hoorzitting niet van A tot Z gevolgd. Als zij zegt, ja, hij vond het ook best om dat publiek buiten dan ook uit te zonderen. Ja, weet je, ik ga er even op kouwen in de loop van mijn eerste termijn, dan kom ik er aan het einde even op terug.